En op de verjaardag moeten we ook lekker eten. En dat wordt hier geregeld. Hallo beste kijkers, welkom weer bij een gloednieuw vlog van Sandersvlog. Dit keer begin ik niet in mijn bed of met een sexy ontbloot bovenlijf of wat dan ook. Nee, dit keer begin ik gewoon in kledij. Want ik ben net even naar de apotheek gegaan. En dit is heel belangrijk. We hebben even medicijnen opgehaald en niet zomaar. Want, kijk eens jongens, we hebben hier heel veel medicijntjes opgehaald. En om precies te zijn, kijk eens jongens, het zijn aardig wat doosjes. Nou ja, wat ik vandaag ga doen, ik heb vandaag verjaardag vanavond, toen moet ik heen. Wat heb ik nog meer vandaag? Ja, ik heb in ieder geval verjaardag. Als het goed is ga ik ook nog even bij iemand langs die vis aan het bakken is. Of vis gaat bakken, een soort feestje hebben ze. En ja, als ik precies de tijd weet en als het lukt met de verjaardag, dan ga ik daarheen. En ja, dan zullen jullie dat ook even zien. Wat ik verder nog ga doen vandaag weet ik eigenlijk niet precies. En dat is gewoon nog afwachten. Het is afhankelijk van wat er gebeurt. Dus, ik zie jullie zo meteen weer verder als ik weer wat ga doen. En ik zeg alleen maar, ik vind het alleen maar leuk dat jullie kijken. En ik wil jullie allemaal nogmaals bedanken voor elke keer dat jullie kijken naar mijn filmpjes. Ik vind het echt geweldig. En het is niet veel, dus, en ik heb echt een vaste groep denk ik daardoor, want het is niet dat er duizenden kijken, nee het zijn er 200-300 zo ongeveer en ik heb het idee dat het echt een vaste ploeg is en dat vind ik wel wat hebben. Ja, het is wel leuk natuurlijk als je duizenden kijkers hebt, maar dat zijn misschien eendagsvliegen. Ik weet het niet, heel vaak misschien niet. Maar ik wil jullie daarvoor bedanken. Maar wat ik nog eens leuk zou vinden, is als we dadelijk vaste groepen hebben van zeker 10.000 mensen die gaan kijken. En dat lijkt mij hartstikke gaaf. Omdat, ja, ik wil gewoon een boodschap overbrengen. En vooral voor de mensen die ziek zijn. Dus bedankt dat jullie echt elke dag naar mijn filmpjes kijken. Echt bedankt. Deel dit filmpje. Like het filmpje. Doe een duimpje onder het filmpje. Omhoog. Blauw duimpje voor Sandertje. Help je me ook weer de winter door. Nou ja, goed. Ja, vergeet ook de winactie niet. Hè? Want willen jullie geld winnen? Moeten jullie de winactie meedoen. En abonneer op mijn kanaal. Nou jongens, jullie hebben weinig van mijn dag kunnen meemaken. Ik heb het eigenlijk best wel druk gehad. Maar gewoon geen tijd gehad om te filmen. Maar goed, het maakt niet uit. Ik ga nu naar de verjaardag toe, dus jullie zien het wel als ik daar eenmaal ben. Een mooi t-shirt heb jij ja, zeg maar. En op de verjaardag moeten we ook lekker eten. En dat wordt hier geregeld. Nou jongens, ik heb de vlog gisteren niet kunnen afsluiten. Dus dan doe ik dat even 's ochtends. Even denkbeeldig als het ware. Nou ja, ik heb echt een geweldige avond gehad gisteren. Het is best laat geworden. Niet voor mijn doen in ieder geval. Het is heel lang geleden dat ik zo laat thuis was gekomen. Als het ware van een feestje. Ik bedoel, ik ben wel eens laat nog thuis gekomen de afgelopen tijd, maar niet van een feestje. Nou ja, het was heel gezellig. En het is 1:30 geworden volgens mij. En ik heb ook, ja, ik heb toch een paar biertjes genomen. Ja, de planning was ook eigenlijk dat ik binnen een half uurtje weg was. Maar het was een surprise party. En de surprise die kwam pas na een uur aanlopen als het ware. Dus we hadden wel een paar biertjes erin. En dat mag jongens. Ik mag een paar biertjes drinken. Dat zei de verpleegkundige. Zeg maar daar. En die zijn best wel gespecialiseerd erin. Want het is een proefmedicijn. Dus daar moeten ze ook van alles van weten. Maar het mag. Dus voordat mensen misschien denken van oh biertjes. En ik mag een paar biertjes als het maar niet te veel is. En niet te vaak. Nou ja, ik doe het bijna nooit. Dus ik heb mijn krediet een beetje opgespaard vandaag. Om het maar even zo te zeggen. Dus ik mocht vandaag een paar biertjes meer. Nou ja, goed. Het is allemaal gewoon goed gekomen. En ik ben niet eens heel brak. Helemaal niet. Totaal niet. Ik denk, als ik zo meteen wat gegeten heb, is perfectamento. Dan ben ik weer King Ping Sander sportschool. Maar dit is, ja, dat is eenmalig. Dus jullie hoeven niet bang te wezen of zo dat ik jullie elk weekend naar een feest meeneem. Weet ik het wat. Maar nee, dat is maar eenmalig. En eigenlijk een soort inkikkertje misschien voor het, ja, voor het sportseizoen. Hè? Want nu ga ik echt weer sporten. Dus, nou ja, goed jongens. Dit was mijn vlog. Ik ga lekker slapen. Oh nee, tuurlijk niet. Het is ochtend. Had ik je even. Maar ja, goed. Ja, ik ga de vlog lekker zo bewerken op mijn gemakje. En dan gooi ik hem er weer op, zodat hij weer 4 uur precies online staat voor jullie. Dank jullie wel, mijn kijkers, voor het begripvolle... ja, goed. Dag. Het is goed. Vergeet allemaal niet te liken, te abonneren, te delen, te verzenden met de post. En weet ik... Nee, doe gewoon, joh. Weet jullie... Oh ja, ik ga waarschijnlijk een soort, kaartjes maken. En dat zijn van die soort visitekaartjes. En dan wil ik die overal in Scheveningen gelegd. Dus, nou ja, goed. In ieder geval, ik zie jullie zo meteen weer, eigenlijk. Ik kan moeilijk zeggen, ik zie jullie morgen weer.